Nou, Michel, we zitten hier in Gent. Voor mijn laatste keer dat we elkaar spraken was op het Wheesje Fair Fest. Nee, Ja, in Parijs. Wheesje Fest in Parijs, absoluut, ja. En jij hebt de afgelopen maanden ben je hier in Gent bezig geweest met het project Gent, de Kommelstad van de toekomst. Ja. Kan je heel kort vertellen wat het idee was van het project? Ja, dus eerst en vooral stellen we vast dat in heel wat Europese steden dus een enorme groei is van het aantal commons gerichte projecten. Dus commons gerichte burgerinitiatieven. Er is een crisis geweest in 2008. En een van de gevolgen is dat er een aantal falingen zijn van de markt en de staat. En burgers zijn dus veel actiever vandaag om dingen zelf in handen te nemen. En volgens een studie van Oikos, een Gentse denktank, die bevestigt wat er ook in Nederland al berekend geweest is door Tine de Moor in het boekje Homo Cooperans, is er een vertienvoudiging van het aantal van die projecten op 10 jaar. Dus laten we maar zeggen, van 50 naar 500 projecten bijvoorbeeld in het Gentse, zijn waarschijnlijk meer, maar ik heb nu een wiki met ongeveer 500 projecten geïdentificeerd. Dus wat is dan een commons, om het toch even te verduidelijken? Dat is dus een gedeeld goed, het kan materieel of immaterieel zijn, dat gedragen, beschermd of geproduceerd wordt door een gemeenschap en wordt beheerd door de regels en normen van die gemeenschap. Dus daarin is het verschillend van staatsvormen, dat kan de overheid zijn, de stad, de staat, maar ook van marktvormen. Dus die commons staat daar apart van, maar heeft natuurlijk wel relaties met de overheid en relaties met de markt. En dus de vraag van de stad Gent is, hoe moet een stad daarop reageren? En dus het grote verschil volgens mij, en dat is wat ik probeer te doen in dit werk, is welke soorten institutionalisering kunnen we uitvinden om daarmee goed te kunnen omgaan. En dus het oude model is mensen stemmen, hè, dus je hebt dan de legitimiteit gekregen door de verkiezingen. Mm-hmm. Maar vanaf dat ogenblik is de politiek eigenlijk aan de macht. En kan je als politieker eigenlijk zeggen, ik vertegenwoordig het volk, en dus kan je vanaf dat ogenblik eigenlijk top-down, één keer dat een beslissing is genomen, ga je dan top-down via de bureaucratie dingen uitvoeren en reglementeren en beheren. En dat lukt natuurlijk niet zo goed met die nieuwe mentaliteit en de nieuwe vragen van de bevolking. Dus het gaat eigenlijk voor een shift van een top-down naar een partnerstaat of een partnerstad. Dus welke instelling kunnen we bedenken waarin de stad meer als een facilitaire overheid autonomie stimuleert, projecten ondersteunt, ook wel natuurlijk soms moet reglementeren. Mm-hmm. Dus natuurlijk, het is niet de kwestie dat ik dat als individu moet gaan uitvinden uit mijn eigen creativiteit. Ik heb hier in Gent met 75 vertegenwoordigers van burgerinitiatieven gesproken. We hebben 7 of 8 workshops gedaan. Dus we zijn door alle grote systemen geweest, voedsel, energie, mobiliteit, wonen en ruimte, kunst en cultuur. Dus de mengeling van die individuele gesprekken, die workshops en van een redelijk intensieve vragenlijst die ook door 70 personen, 70 groepen is ingevuld. En we hebben ook heel intensief met de ambtenaren gesproken. Dus we hebben een beetje afstand genomen van de politiek. We zijn eigenlijk meer bezig met de mensen die eigenlijk alledaags bezig zijn met die contacten. En dus met de ambtenarij van hoe doen jullie dat, hoe ondersteunen jullie die projecten, wat zijn jullie zorgen. Dus dat spanningsveld is eigenlijk wat ons interesseert. Dus de burgers aan de ene kant, de ambtenarij aan de andere kant. En hoe kan het aangepast worden aan een soort, aan een begeerte voor democratie plus. Ja. Het is niet kwestie van we gaan de representatieve democratie afschaffen. We gaan ze ook niet volledig vervangen, dat kan nog niet. En misschien zal dat nooit kunnen, misschien moet dat ook niet. Maar we gaan wel proberen de representatieve democratie te verrijken met een nieuwe laag die meer participatief is, deliberatief is en vooral ook autonomie, veel meer autonomie brengt aan de initiatieven van burgers. Ja, dus kort samengevat en verbeter me als ik compleet mis, in ieder geval naast zit.
Wat jij hebt gedaan is een verkenning, zo'n expeditie, ja. door ja. de commonsgroepen die al bestaan binnen stad Gent. Vervolgens kijken wat speelt het, welke categorieën zijn dat. Ja. En vervolgens gaan kijken, daarin een verdieping van oké, maar hoe kunnen we uiteindelijk meer een gelijkwaardig speelveld creëren waarbij het niet puur bottom-up, top-down is vanuit de overheid of, of de lokale overheid, maar we eigenlijk de gemeente meer als een facilitator richting haar burgers. Ja. Dus niet puur echt bottom-up. Maar het is een relatie. Relatie tot, ja. Dus echt het samenstuk. Ja. En daarvoor dus 25 interviews, 8 workshops gedaan en vragenlijsten. Ja. Dus, hoeveel tijd heb je hier? Drie maanden, maar officieel 3 maanden, maar het zal eigenlijk 4 maanden geweest zijn. Ja. En waarschijnlijk 4 maanden van 80 uur per week. Dus waarschijnlijk voor de ambtenarenwerkweek waarschijnlijk een jaar. Even platgeslagen. En wat jij woont zelf in Thailand. Was eigenlijk voor jou de trigger om te denken, jongens, ja, dit lijkt me zo gaaf, dit wil ik gaan doen. In 2014 heb ik al zoiets gedaan met de overheid van de staat Ecuador, maar dat ging wel heel moeilijk. We hadden ook veel oppositie daar van andere fracties. We hadden steun, maar ook heel veel oppositie. Dit is een hele andere ervaring, dus zowel de stad. De ambtenaren die hier echt heel geëngageerd zijn en betrokken zijn en heel veel doen al. En ook de commoners hebben mij zeer goed onthaald. Dus we zitten hier wel in een heel andere atmosfeer. En ik heb gisteren mijn vergadering gehad met de burgemeester Daniel Termont. We hebben dus de eerste pistes voorgelegd voor het eindrapport dat ik nu aan het schrijven ben. En het is ook heel goed onthaald, dus ze zitten op dezelfde lijn. Dus ik ben eigenlijk hoopvol dat er dingen gaan gebeuren in Gent. Maar ik wil daarmee eigenlijk niet beweren dat het allemaal door mij, want eigenlijk dus gebeurt er al heel veel. Dus er gebeurt heel veel van en door de stad. Het gebeurt heel veel van en door de burgers. Het is eerder een kwestie van fragmentatie. Hè, van het is een wildgroei, een chaos. En kunnen we eigenlijk een beetje instellingen bedenken die daar... Die toelaten om het meer op te schalen, om het beter te reguleren. Er zijn heel veel roadblocks. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel reglementeringen rond wonen die dateren van de sociale huisvesting van de jaren 70. Dat maakt bijvoorbeeld samenwonen, co-housing, bijna zeer, zeer moeilijk. Dus hoe gaan we dat aanpakken? Dat kun je zonder de overheid, zonder de politiek eigenlijk niet doen. Je zit vast met die regelgeving. Ja, om het verhaal even nog tastbaarder te maken, kun je bijvoorbeeld 2 voorbeelden geven van initiatieven, zodat ook mensen die kijken ook iets meer beeld krijgen, begon maar in welke hoek moet ik nou naar kijken? Ja, wel, bijvoorbeeld Gent staat heel bekend rond zijn energiecoöperatief, het noemt Energent. Dus elke Gentenaar kan door middel van €100 lid worden van die coöperatief, van die coöperatie. En die hebben al heel veel gedaan, maar nu is er een ambitieus plan dat in onderhandelingsfase zit en dat noemt de buurzame stroom. En dus kijk, als je gewoon zonnepanelen plaatst, individueel, ook al is dat via een coöperatieve, dan zijn het eigenlijk alleen maar de rijke burgers die zo'n zonnepaneel zich kunnen veroorloven en dan gaan ze dat eventueel doorverkopen aan de armere burgers, maar schep je eigenlijk nog een nieuwe ongelijkheid erbij. Als je dat collectief kan bekijken, dan komen er echt nieuwe mogelijkheden. Dus iedereen is lid als coöperator. Ook de armere mensen kunnen zich toch wel €100 veroorloven. En dan is er dus een akkoord met de stad, dus in een wijk, Sint-Amansberg. En daar zouden dus 60% van de daken met zonnepanelen komen. Maar door het feit dat je dat kan collectiviseren, kan je ook Oost-West-huizen gaan bedekken. Individueel is dat niet interessant. Het wordt alleen interessant door het collectieve aanpak. En dat betekent dus dat de intermittentie, ik weet niet wat het juiste Nederlandstalige woord is daarvoor, dus de intermittence, het feit dat bij de hernieuwbare energie, dat je momenten hebt van heel veel energie en momenten van heel weinig energie. Hè, dag en nacht bijvoorbeeld bij zonne-energie of wind, als er wind is of geen wind is. Maar door die oost-west daken ook te kunnen bedekken, ga je dus heel veel minder schommelingen hebben in de energievoorziening. Dat kan je eigenlijk alleen maar doen door die mutualisering. Ja? Dus wat heeft dat met de commons te maken? Wel, die zonnepanelen zijn van iedereen die lid is van die coöperatie. En het is zo goedkoop dat elke burger mede-eigenaar kan worden. En in die zin is de coöperatie een beheersvorm voor de commons.
Tweede voorbeeld, misschien iets minder strategisch, maar toch heel mooi vind ik. Er is hier een project, Buren van de Abdij. Die hebben een oude abdij die een groot historisch belang heeft, de Sint-Baafsabdij, maar die eigenlijk, de stad had geen middelen eigenlijk om daar dingen mee te doen. Ze hebben gewoon de sleutel gegeven aan een aantal geëngageerde burgers. En die zijn al 5 jaar bezig met daar elk weekend concerten te organiseren. Ze hebben een park, een herberg. Ik ben daar een paar keer gaan luisteren naar bijvoorbeeld iets over de lokale munten. Daar komen 70 mensen naartoe. Dat is echt heel dynamisch. Dus dat is een common, meer een culturele common die gedragen wordt door de mens. Maar zo zijn er dus echt honderden en honderden voorbeelden. Dus vooral dus waar het meest vooruit gaat is voedsel. Dus heel veel korte keten. Ik zal een derde voorbeeld geven dan misschien. Mm-hmm. Schoolmaaltijden met lef. En lef betekent leefbaar, ecologisch en fair. Lokaal ecologisch en fair. En die hebben berekend dat er 1 miljoen schoolmaaltijden zijn per jaar in de publieke scholen van Gent. Mm-hmm. Wordt nu uitbesteed, vooral aan mensen buiten de stad, multinationals. Ze zijn proberen het wel al te veranderen, op die schaal ook, maar en die maken dan voedsel dat toch niet heel gezond is, met veel saus en weinig groente en dat soort zaken. Dus er zijn mensen in Gent die zeggen, maar kom, laten we dat gewoon met de korte keten halen van de boeren zelf, die in en rond de stad produceren. Er zijn dus heel veel zelfplukboerderijen en zo, en groenteabonnementen en community-supported agriculture, dat bestaat hier allemaal al. Laten we die mensen mobiliseren. Zij leveren aan de stad, aan de stadsscholen. Daardoor krijgen de kinderen dus gezond voedsel, gaan het mensen weer koken, lokaal. En kan je met cargo-velo, Gent is plat, dus hier kan het, dat is een commonsgerichte transportinfrastructuur met nul carbon. Dat zijn het gedeelde cargofietsen. Mm-hmm. Ja, dus, en beeld je in, dus je hebt opeens honderden, misschien zelfs duizenden jobs in de stad gecreëerd. Dus ook politiek is dat zeer interessant, ja. dat kan. En dus dat is een model, hè, cosmolokale productie, dus waarin de kennis wordt gedeeld, maar wel een relocalisering van de productie die ook op andere domeinen kan gebeuren. Ik spreek dan zelf van ankerinstituties. Dus kunnen we de kooppolitiek, de aankooppolitiek van de stad via de universiteiten, scholen, hospitalen, kunnen we die mobiliseren om duurzame, solidaire, lokale economie te stimuleren. Dat kan ook op andere vlakken dan gaan gebeuren. En dat kan. Dus de wetgeving, zowel de Europese als de WTO, laat toe om objectieve criteria in de aankooppolitiek te plaatsen. En dan kan je door verloting het minder interessant maken voor grote bedrijven, en dus de lokale bedrijven krijgen dan een kans om op die verloten aanbestedingen een rol te spelen. Ja. Nog een ander voorbeeld dat ook heel interessant is. Kijk, we zitten nu in een maatschappij waar die iedereen met iedereen in competitie plaatst. Ja, en dat is bijvoorbeeld met die zogezegde peer-to-peer marktplaatsen ook het geval. Dus je krijgt dan een Uber en je zegt dan, oh, dat is heel goed, want carsharing kan in theorie 12 tot 24 privéwagens vervangen. Ja, oké, okay. Maar de mensen zijn in competitie, dus ze gaan altijd maar rondrijden om toch een klant te vinden. Dus door die slechte voorbeelden ga je eigenlijk het potentieel van die mutualisering ongedaan maken. En dat kan dus anders. En dus een call for commons is dus een voorstel van de stad die zegt, kijk, de coalitie die het meest in staat blijkt om mensen complementair met elkaar te laten samenwerken, die krijgt het project. Mm-hmm. En er is hier een gebouw dat noemt Nest, dat is in de oude bibliotheek die verhuisd was. Dat zijn 8 verdiepingen. Op 1 maand tijd is zo'n coalitie in staat geweest om met 20 of zo verschillende partijen samen te komen, een voorstel te maken en een contributieve boekhouding te organiseren voor de huur. Dus ze hebben 2 criteria, openheid en engagement. Hoe meer open en geëngageerd je bent in het collectieve project, hoe minder huur dat je moet betalen. Ja. Dus 20% van de bedrijven betalen 60% van de huur en dan laten anderen toe om te betalen door hun contributies. Er zijn zoveel vernieuwingen mogelijk die we echt nodig hebben
qua duurzaamheid, solidariteit, die hier al gebeuren. Maar dan de kwestie is dan, hoe maken we daar eigenlijk een ecosysteem van? Niet zomaar hier en daar kleine projectjes, maar hoe kunnen we dat echt een nieuw ecosysteem van maken? Ja, want eigenlijk wat ik in ieder geval door je verhaal heen lees, is deels terug van schaal naar repliceren. Ja. Dus ook gewoon het juist ook focus op de wat kleinere initiatieven, maar die wel een soort van basis meegeven, waardoor je eigenlijk drempels verlaagt. Ja. Waardoor ze zich ook duurzamer zelf kunnen organiseren. Ja. Wat ik hoor is vertrouwen. In ieder geval uitgaan van het goede in de mens in plaats van. Ja. Slecht in de mens. Hè? Van, ja. De burgers in de stad zijn niet alleen maar stemvolk die met een rood potlood een kruis kunnen zetten tijdens verkiezingen, maar ook die ook iets kunnen laten doen zonder dat je daar direct de vinger op hoeft te leggen. Ja. En het laatste wat ik in ieder geval wat ik uit je verhaal op hoor, is ook kijken naar andere manieren van waarde. Hè? Ja. Wat je ook net aangeeft met de aanbesteding. Niet alleen maar je moet kijken wie heeft de laagste prijs, maar wie kan eigenlijk op verschillende vlakken de meest interessante propositie voor de samenleving. Dat is heel, heel belangrijk. Nu zitten we eigenlijk met een paradoxale situatie. Als je alleen kijkt naar het financiële, winnen die krachten die zoveel mogelijk negatieve externaliteiten onder de tafel schuiven. Ja? Dus en dan probeert de stad of de staat met regulering bepaalde excessen, maar je vertrekt vanuit een verkeerde basis. Als je dat waardepatroon kan biodiversifieren, dat je zegt ook, het moet niet alleen financieel gezond zijn, maar ook duurzaamheid en fairness. Dan ga je andere soorten bedrijven gaan stimuleren die vanaf het begin goed doen. Die negatieve externaliteiten integreren in hun businessmodel. Ja. En dat kan je niet bevoordelen als je alleen maar kijkt naar financiële criteria. Je moet dus ook kijken van hoeveel kwaad doen ze aan het milieu, aan de mens. Maar ook hoeveel goed ze eventueel doen, hè? Positieve externaliteit. Dus hoeveel coöperatie stimuleren ze en dat creëert allerlei soorten meerwaarde. Ja. Nu ook de stad moet daarin veranderen. Dus wij zien de stad als een regisseur. En dus wij pleiten voor publiek, sociale, private akkoorden. Mm-hmm. Dus geen publiek-privaat, dat gewoon een privatisering is van het publieke goed. Maar waarin eigenlijk de burgers zelf meedoen aan het collectieve beheer. Maar om even terug te komen op het goede in de mens. Het is niet een kwestie van te zeggen de mens is slecht of de mens is goed. De mens is een complex wezen en die complexiteit moet erkend worden. En wat we dus nodig hebben zijn ook reglementen, maar commons reglementen. Dus bijvoorbeeld zoals in Bologna. De Bologna Regulation for the Care and Regeneration of the Urban Commons, dat laat toe dat burgers initiatief kunnen nemen om een common te claimen als burgers. Kijk, wij willen ons bezighouden met dat park. En dan kan je een akkoord maken vanuit de stad. En dan zie ik die instellingen, publiek, sociaal, privaat, als capaciterende instellingen. Hè? Dus waarbij de universiteiten, de ethische investeerders, de stadsdiensten samen nadenken hoe dat ze die initiatieven kunnen bevorderen, ondersteunen, mogelijk maken, incubators ondersteunen en dat soort toestanden. Ja, alleen wat je ook aangaf, dan moet eigenlijk de stads de regisseur zijn of de arrangeur, net hoe je het noemt en ook of je nou Vlaams of Nederlands spreekt. Maar dat vraagt ook een bepaalde visie vanuit de stad. Hè? Wat je ook aangaf, hè? Met jouw ervaring nu met de ambtenaren binnen Gent, is dat ze heel erg meewerkend zijn en dat zij jou daar heel erg vrij in laten. Ja. Als je het hebt over repliceerbaarheid, hoe kun je dat ook naar andere steden repliceren? Want dat is ook de uitdaging, denk ik, dat als iets... zo'n ecosysteem werkt heel erg goed, omdat er gewoon een soort van ideale chemie is tussen de verschillende stakeholders, waardoor het gaat werken. Kijk, ik heb hier een beeld gemaakt van de commons economie en misschien kunnen we dat eventjes bekijken. Dan ga je zien hoe dat... Ik zal hem even in beeld... Moet ik dat dan misschien even... Ja. Ja. Dus als je naar dit beeld kijkt, dan zie je dus drie sferen, ja. Dus de middelste sfeer, dat zijn de commons initiatieven. En zo zijn er dus ongeveer 500 die ik heb kunnen zien in Gent, maar zijn er meer. Maar als je een beetje kijkt naar wat erachter zit, dan zie je toch heel dikwijls dat daar infrastructurele organisaties achter zitten. Dus het project kan zelf autonoom zijn,
maar dikwijls hebben ze dingen nodig. En die dingen worden dikwijls verzorgd door wat wij hier in Vlaanderen het middenveld noemen. Ja? En dat middenveld heeft zich in de laatste 20 jaar getransformeerd, ook van top-down organisaties met leden, naar ook faciliterende organisaties. En dan zie je dat die heel actief zijn. Voilà. En ook, dan zie je als die initiatieven permanenter willen zijn, dan zoeken ze ook naar economische oplossingen. En er zijn generatieve bedrijven, een generatieve economie die voortspruit uit die civieke initiatieven. En dus je hebt de non-profit sector, mm-hmm. die organisaties. Je hebt de not-for-profit sector. Dat zijn die generatieve bedrijven die wel winst kunnen eventueel maken, maar het herinvesteren in de commons. Ja? En dus dat geeft je eigenlijk dan 5 plaatsen waar de overheid kan interveneren. Dus het kan die infrastructurele organisaties ondersteunen. Het kan projectincubators ondersteunen. Het kan de projecten ondersteunen. Het kan business incubators mm-hmm. ondersteunen. En het kan de generatieve bedrijven zelf gaan ondersteunen. Dus dat is de rol van de overheid. Maar volgens mij moeten het allemaal niet zelf doen. Ze is wel de regisseur en ze vertegenwoordigt ook het algemeen belang. Want dat mag je niet vergeten. Een commons verdedigt het belang van zijn eigen commons. Mm-hmm. Niet noodzakelijk het belang van iedereen. Dus je hebt nog altijd een overheid nodig die democratische legitimiteit heeft. Maar het vertrouwen dat er bestaat in de overheid kan dienen om dus die publiek-sociale instellingen te creëren. Ja. Die dan, en als ik even mag laten zien, een tweede, sorry voor natuurlijk voor de kwaliteit van die geschreven grafieken. Maar die bestaan nu, die zijn ook wel digitaal. Ik ga even uitleggen hoe dat gebeurt rond voedsel hier in Gent. Dus er bestaat in Gent een transitie-initiatief, dat voortkomt uit het klimaatplan van Gent. Dat noemt Gent en Garde en onderschrijft volledig de duurzaamheidsdoelen van de burgers. Mm-hmm. Ja? Dus solidariteit, duurzaamheid enzovoort. Dus die 5 eisen staan in dat programma. Die laat zich voelen door een representatief orgaan, een food council, die verschillende krachten binnen de landbouw en de stadslandbouw vertegenwoordigen. Ja? Dat is representatief, dat betekent bijvoorbeeld de Boerenbond zit daarin, een grote landbouworganisatie die eigenlijk geen biologische landbouw toepast. En die natuurlijk een beetje moeilijk hebben om op gelijke voet te gaan spreken met mensen die misschien maar 10% van de markt vertegenwoordigen. Dus er bestaat een tweede orgaan, dat is het contributieve orgaan, waar iedereen welkom is, die actief is in de stadslandbouw. Dat noemt de werkgroep stadslandbouw. Dus voor mij is de moeilijkheid, het spanningsveld, en daar moet dus dat moet georganiseerd worden. Hoe organiseren we de relatie tussen het representatieve en het contributieve? Maar daardoor moeten we erkennen dat die twee bestaan. Mm-hmm. En hoe geven we macht aan het contributieve? Dus ik stel voor dat de burgers zich ook organiseren als commons, dus in een assembly of the commons en een chamber of the commons. En als je mij vraagt, is dat repliceerbaar? Absoluut. Ik heb dat in Barcelona ook gezien. Dus daar heb je bijvoorbeeld procommons.net. Dat is de Assembly of the Commons. Dan heb je Barcola. Dat is het contributieve orgaan. En dan heb je dus binnen de stad ook organisaties die zich daarmee bezighouden. In Barcelona is dat de Commons-based Collaborative Economy. Mm-hmm. Dat is de naam die ze daar gebruiken. Ja? Dus je ziet wel dat overal wel omkomt. En ik stel dus voor dat die structuur die eigenlijk al bestaat in Gent, om die te repliceren op alle grote diensten en sectoren. Dus mobiliteit, energie, wonen, zouden volgens mij dus diezelfde structuur kunnen overnemen. En dan weet een ambtenaar, weet een burger ook waar hij terecht kan, waar hij voorstellen kan formuleren. En daar kunnen dus commons akkoorden komen tussen de stad en de burgers. Zoals bijvoorbeeld in Bologna noemen ze dat een common akkoord. En dus dat reglement laat toe dat burgers voorstellen maken. Dan is er een onderhandeling en evaluatie. En dan is er een akkoord, de stad gaat dat en dat doen voor dat project, dat wel beheerd wordt door die burgers. Maar dat wordt vastgelegd in een akkoord. En dan weten de ambtenaren ook waar ze aan toe zijn. Ja. Dus dat blijft nog altijd concreet, het wordt nog altijd geadapteerd, maar je hebt wel een procedure, een instelling, dus dat wordt overzichtelijk. Ja. Nu is het allemaal, en door die overzichtelijkheid kan je ook meer steun gaan verdienen, kan je opschalen enzovoort. En wat voor tools zou je daarvoor kunnen gebruiken? Want ik kan me voorstellen, als jij het vertelt, dan denk ik, ja, hartstikke mooi, maar ook behoorlijk arbeidsintensief. En misschien niet zozeer vanwege het aantal uren, maar meer van dat het
dat die overleggen ook bepaalde drempels opleggen, waardoor mensen minder snel daarbij aanschakelen. Wel, ik denk dat de mensen die initiatief willen nemen, nog altijd initiatief kunnen nemen. Maar diegenen die ambitieuzer zijn, die iets meer willen groeien, die denken dat ze een goede oplossing hebben, die hebben dan wel een oplossing en een procedure om dus met de steun van de stad meer te gaan doen. Want dat is het probleem. Dus we moeten een sociaal-ecologische transitie doen, maar ja, het blijft marginaal. Dus hoe kan je van die marginale projecten die het goed doen, die geen schade berokkenen, hè? Dus als je biologische landbouw hebt, dan wordt de grond elk jaar beter. Die vervuilen ook niet, er is geen fosfaat en nitraat in de grond. Dus de enorme kosten van vervuiling, die gaan enorm naar beneden. Maar die mensen worden nu benadeeld, juist omdat ze het goede doen. En dat is het paradox die we moeten oplossen. Ja. Ja. En dat kan volgens mij alleen maar door nieuwe regels. En als je spreekt van regels, dan moet je ook spreken over overheid en politiek en... Ja. Ja, dus ik denk ook dat de overheid ook vanuit belasting heel veel kan sturen. Pas had ik een sessie met allemaal belastingambtenaren op het ministerie van EZ in Nederland. En eerst toen dacht ik altijd, ja, belasting, hè, dat is een saai iets. Ja. Maar uiteindelijk kun je het natuurlijk wel prachtig gebruiken. Ja. Ik weet niet of je het X-Tax model kent, Eckhart Winston. Ja. Dus eigenlijk omdraaien, oftewel meer belasting op hetgene wat ook waarde onttrekt uit de planeet. Ja. Ik denk dat ook dat soort dingen ook, want deels ben je natuurlijk nu op gemeentelijk niveau bezig. Ja. Maar het zou ook mooi zijn als het gewoon op nationaal niveau. Tuurlijk. Daar ook, het probleem vandaag is wel, en daarom dat ik geloof in de steden, dat de natiestaat een beetje geblokkeerd is. Dus de natiestaat heeft geen kracht genoeg om het mondiale transnationale kapitaal te reguleren. En er is een soort chantage, hè? Als jullie te veel belastingen vragen hier, dan gaan we gewoon bij de buren. Maar op vlak van steden, je moet steden niet zien als louter een lokaal fenomeen. Steden kunnen zich coaliseren. Bijvoorbeeld, als je als stad tegenover Uber staat, ja, ben je verloren. Maar als je 50 steden zich coaliseren om een reglement uit te vaardigen, sta je veel sterker. Dus ik denk dat er heel veel kan gebeuren via coalities van steden. Dus ik zie steden als een element van transnationale en niet internationale global governance. Dus ik geloof in het stedelijk niveau niet als een lokaal niveau, maar als een deel van een transnationaal niveau. Ja, geloof ik zeker in. Want uiteindelijk natuurlijk, hè, we doen of dingen online met iedereen in de wereld. Ja. Of we doen offline met mensen in onze eigen omgeving. Ja. Dus uiteindelijk die hele grenzen van die landen worden voor mij ook gewoon steeds minder interessant. Ja. Plus heel veel beleid wordt ook onhoudbaar. Ja. Omdat de transacties of hyperlokaal plaatsvinden of internationaal. Ja. En eigenlijk als landelijke overheid kun je eigenlijk met beide heel erg weinig. Ja, dus je moet de stad zien in zijn relaties met het translokale, maar ook het bioregionale. Dus bijvoorbeeld hier in Gent, de relaties tussen de stad Gent en de boeren in de omgeving van Gent vind ik heel belangrijk. Dus je moet de stad op een brede manier kunnen bekijken. Ja. En eentje die ik van, misschien niet mis, maar niet tegenkom in het model is, en dat is ook als je kijkt naar, in ieder geval, ik richt mij met mijn werk ook heel veel op de platformen, de meer peer-to-peer platformen. Hoewel vaak daar nog wel een algoritme of een corporate tussen zit. Hè, echt puur peer-to-peer is natuurlijk heel erg weinig, of eigenlijk bijna niks. Maar wat ik wel zie is dat zeker als je kijkt naar de kleine initiatieven, die eigenlijk de meeste sociale impact hebben, die hebben de grootste moeite om hun businessmodel rond te krijgen. Twee Nederlandse voorbeelden is, in ieder geval eentje is voor thuisafgehaald.nl, een mooi voorbeeld in Nederland, waarbij je maaltijden kunt delen met je buren. Is wetenschappelijk onderzocht, heeft een enorme hoge maatschappelijke impact, maar bij businessmodel is het gewoon een ramp. En met gewoon keihard werken en heel slim organiseren, kunnen ze het eindje bij elkaar krijgen, maar daarin zijn ze eigenlijk wel uniek. En ik zie juist de mooie platforminitiatieven die echt die sociale impact hebben, het meest worstelen, waardoor er twee dingen kunnen gebeuren. Ja, of ze sterven af, of ze moeten overschakelen naar een commercieel model, waardoor maar kijk, dat is allemaal zo volgens mij, juist omdat je die negatieve externaliteiten niet bijrekent. Ja? Met een zeer enge waardesysteem, waardemodellen. Ik ga je een voorbeeld geven. Dus in Frankrijk heb je een organisatie noemt Terre des Liens. Dus de aarde van de connecties, dat noemt in België landgenoten.be. Dus die kopen grond
En die verhuren dat dan goedkoop aan bioboeren. En die grond is collectief eigendom, dus in een community land trust. Dus in Frankrijk zijn er al 10% bioboeren en is Terdelien redelijk groot. Hij heeft al heel veel land kunnen kopen. En dus nu is dat bijvoorbeeld, hebben ze gezien dat departementen waar meer bioboeren zijn, veel minder vervuiling hebben. Dus de kosten van de zuiveringsinstallaties, die kunnen dramatisch naar beneden. Dat moet je dus kunnen verzilveren, dat is het. Dus je moet echt circular finance gaan toepassen en zeggen van kijk, projecten die bewijzen dat ze goede sociale en ecologische meerwaarde creëren, mag je niet alleen beoordelen op het financiële, dan moet je dus metrieken hebben, geïntegreerde metrieken die toelaten om de stad te kunnen zeggen van kijk, we weten wel dat die weinig financieel opbrengen, maar je hebt heel veel sociaal en ecologische waarde. Dus daar gaan we mee rekening houden. En we gaan dat financieren als dat we kunnen bewijzen dat die praktijk echt een effect heeft op die negatieve externaliteit, waar we nu heel veel geld aan besteden, kunnen we dat gebruiken om die projecten te financieren. Dat is uiteindelijk wat IBM gedaan heeft met Linux. IBM heeft 90% van zijn interne infrastructuur dus kunnen besparen. En 10% van die besparing gaat elk jaar naar Linux. Ja. Dus dat soort virtueuze cirkel, dat moeten we echt gaan veralgemenen en naar oplossingen zoeken. En dan krijg je een heel ander verhaal. Ja. Dan zeg je, kijk, thuis afhalen, nul carbon. Als je dat doet met cargofietsen bijvoorbeeld. Ja, dan dat moet je berekenen. En zeggen van, kijk, wil die anderen die veroorzaken heel wat hinder en dat kost. En als we dat inrekenen, dan wordt dit nieuwe systeem eigenlijk het antwoord. Ja, en wat je ook zou kunnen zeggen is misschien iets meer korttermijnmodel. Want ik geloof heel erg in wat je zegt, maar ik vermoed ook dat het wel eventjes duurt voordat een samenleving daaraan toe is. Ja. Zou je kunnen kijken, bijvoorbeeld thuis afgehaald, oké, inderdaad, bespaart uiteindelijk misschien zoveel onderschreven aan zorgkosten. Het is gewoon omdat het een preventieve werking heeft. Ja. Zorgkosten. Ja, het is ook bewezen trouwens. Het is een Amerikaanse studie die heeft gekeken naar. Dus hoe meer organische landbouw je hebt in een county, des te minder gezondheidskosten. Ja. Dus dat kan je berekenen. Ja. Dat is ook al berekend. Ja. Dat is dus de waarheid. Dat is zo. Maar dan zou je kunnen zeggen: oké, wij zien als samenleving, of als lokale overheid, of welke club dan ook. Dat eigenlijk dat het zo is. Ja. Dus vervolgens gaan we eigenlijk een deel van het potje wat we eigenlijk nu besparen, dank het initiatief, wat het gemoeilijk heeft om hun model te allokeren naar hun toe, zodat zij uiteindelijk ook gewoon die toevoegwaarde kunnen blijven. Ja. Je moet realistisch zijn langs beide kanten. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de landbouwsituatie, er zijn een aantal studies verschenen onlangs, die tonen dat dus een Europese boer onder nul zit qua objectief inkomen. Dus hij overleeft alleen maar door subsidiëring. En die subsidiëring, dat is een massale subsidiëring, dus 40% van het Europese budget, die dient om mechanismen in stand te houden die de grond verarmen, wat een zeer groot probleem is. We gaan dus 3 keer een grotere wereldbevolking hebben en 1/3 van het land is aan het heel slecht aan het verslechteren. Dat is een groot probleem binnen 20, 30 jaar. Dus waarom hebben we een systeem die mensen betaalt om toxisch voedsel te produceren aan een minder dan een nul inkomen? Dat is gewoon absurd. En daarom mag je niet zeggen dat politiek onbelangrijk is. Dus het volstaat niet om zelf het goed te doen. Je moet op die systematiek kunnen werken. Dan kun je zeggen, gebruik dat geld gewoon om al die boeren te ondersteunen die wel gezond voedsel willen maken en de grond verrijken ieder jaar. Ja. Dus het feit dat die zaken niet winstgevend zijn, dat heeft niet alleen te maken met hun eigen geïsoleerde situatie, maar heeft te maken met een gans systeem dat eigenlijk geen eerlijk spel toelaat. Ja. Dus daar moeten we dus, en daarom heeft de Commons dus een politieke stem nodig, en daar zijn we natuurlijk nog lang niet aan. Maar er is wel dus een element van mijn studie. Ik heb een collega aangesproken. Daar hebben we zelf financiering voor gevonden. Die heeft een comparatieve studie gedaan van commonspolitiek in Barcelona, Bologna, Rome en verschillende plaatsen. En dan zien we dat er vandaag al
toch wel politieke krachten zijn die de commons nu al begrijpen en willen stimuleren. Hè. Ja. Barcelona heeft nu een officieel impetusplan voor de stimulering van de solidaire, coöperatieve en commonsgerichte economie. Ja. Dat is vandaag al een realiteit. Ja. Maar dat is ook natuurlijk ook het voordeel van de steden is, wat natuurlijk relatief klein is, relatief, kun je ook relatief snel schakelen. Waardoor je ook natuurlijk heel erg mooi kunt experimenteren, kijken wat werkt, maar ook best practices kunt creëren. En daarom moeten steden dus samenwerken, samenwerken en die experimenten met elkaar delen en dat moet nog allemaal veel meer gestimuleerd worden. Ja, ja. En als je kijkt naar de gesprekken gaan, wat je aangeeft, hier in Gent 500 initiatieven, maar als we het hebben over bijvoorbeeld zeker ook richting de platformeconomie, dan zijn we toch wel vaak geneigd, in ieder geval vooral media en politiek, om echt naar de grote voorbeelden te kijken. Wat je ook aangeeft, die ook in veel gevallen gewoon een niet realistisch beeld geven van de werkelijke waarden en kosten die het ook voor de maatschappij met zich meebrengt. Daarna zie je nu ook tegenbewegingen ontstaan. De platformkoop bijvoorbeeld. Waarbij, want ik geloof heel erg dat juist, kijk, bijvoorbeeld bij Facebook, die heeft natuurlijk, is lastig lokaal te vervangen, omdat die gebruik maken van het netwerkeffect. Ja. Maar over het algemeen, de meeste peer-to-peer platformen die transacties faciliteren van het delen of verhandelen of verhuren van spullen en arbeid, daar zie je dat uiteindelijk de transactie lokaal is. Ja. Bijvoorbeeld peer-to-peer auto delen. Ik zie dat zo. Dus platform coöperatieven, vind ik, dat is natuurlijk een deel van mijn voorstel. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zie je dat de vakbonden kapitaal leveren voor platformcoöperatieven. Er zijn nu platformcoöperatieven voor cleaners, nurses, bestaat allemaal en die zijn aan het groeien. Maar het probleem is, als je bijvoorbeeld een alternatief doet voor Uber, dat gaat nog lukken, maar Airbnb, dus al die mensen zoeken op Airbnb. Ja. Dus wat er wel kan gebeuren, is dat steden zich coaliseren om infrastructuur te mutualiseren, zodat niet iedereen in elke stad die software opnieuw moet eruit vinden, maar ook open merken creëren. Dus gezamenlijke merken. Zodat iemand weet, als ik daarop zoek, vind ik van al die steden, en het is een alternatief voor Airbnb. En als ze het één keer gedaan hebben, dan kennen ze de weg. Daar kunnen steden ook veel aan doen en veel meer samenwerken. Ja, nou, eigenlijk hoe ik het wel zie is het uiteindelijk, want ik zie net al die initiatieven, maar dat zou je waarschijnlijk ook heel goed zien binnen die 500 projecten die je hier in Gent hebt gemapt. Dat ze uiteindelijk allemaal het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn, waardoor de drempel om het begin heel erg hoog is en uiteindelijk ook qua efficiëntie er een hoop beter kan. Ik denk dat uiteindelijk juist als al die alternatieven of een overheid of wie dan ook een soort van basisinfrastructuur gaat faciliteren qua software, misschien wat standaarden in data, zodat je ook wat reputatiedata, ID-checks kunt uitwisselen. Op basis daarvan kun je natuurlijk een hele mooie soort van toolkit maken, waar iedereen heel erg makkelijk op in kan tappen, maar ook een bepaald niveau aan alle gebruikers kan bieden, dat het ook een volwaardig alternatief is voor het systeem waar we misschien wat minder blij van worden. Ja. Voor zich mee eens. Ja. Dus daar ben ik ook nog heel veel aan het kijken. Ja. En gisteren bij de burgemeester gezeten, oftewel je bent nu op het eindstuk gekomen van je expeditie. Zo kan dat maar weer. Wat zijn dingen, want natuurlijk als je eraan begint, dan heb je wel bepaalde verwachtingen of vooroordelen over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Wat waren dingen, kan je twee voorbeelden geven, die je echt gewoon compleet hebben verrast, die je vooraf nooit had gedacht? Dat kan ik moeilijk zeggen. Kijk, ik ben natuurlijk in een speciale situatie. Ik ben al 10 jaar bezig met het observeren van die emergence van commons-initiatieven. Ik heb 20.000 artikels in mijn eigen wiki. Wat mij vooral heeft verrast in Gent, is niet het grote aantal civieke initiatieven, dat dacht ik wel. Maar vooral ook, en ik weet dat dat nogal misschien verrassend klinkt, maar een enorm aantal geëngageerde ambtenaren. Dat heb ik nog nooit gezien. Zoveel ambtenaren die echt goed bezig zijn, die
connecties maken met de burgerinitiatieven, die ondersteunen in allerlei capaciteiten. Ja, het is chaotisch, dus daar proberen we een beetje orde in te plaatsen, maar het gebeurt. Mm-hmm. Dat was voor mij een grote verrassing dat er zoveel eigenlijk al is. Dus de commons-economie is natuurlijk niet iets dat ik heb uitgevonden, dat leeft, dat groeit redelijk snel. En ambtenaren die op de eerste lijn staan, die snappen dat. En Gent doet al heel wat hoor. Bijvoorbeeld, er zijn wijkregisseurs, er zijn sociale regisseurs, er is iets dat noemt de brede scholenbeweging. Mensen die door de stad benoemd worden om relaties te leggen tussen de scholen en de migrantengemeenschappen bijvoorbeeld. Dus dat idee van de stad als regisseur, dat leeft hier al. En dat vind ik wel verbazend, want ik heb al heel veel steden bezocht waar dat zeker niet het geval is. Ja. Dus gisteren die vergadering met de burgemeester en een paar van zijn collega's, veel steun. Ja. En ze zijn een vragende partij, dus ik heb er eigenlijk de goede hoop in dat er in Gent een versnelling komt van die evolutie. En als je kijkt naar what's next, hè, want over een x-aantal weken is het, hè, wordt het rapport ja. opgeleverd, kan ik me voorstellen. Ja. En dan ga je ook weer met andere dingen weer bezig. Hoe ga je ervoor zorgen dat uiteindelijk de inspanningen die nu zijn gedaan echt de voedingsbodem zijn voor een volgende stap? En dat die continuïteit ook wordt geborgd. Kijk, wat ik nu gedaan heb is echt in de diepte gaan in één plaats. En ja, mijn persoonlijkheid is niet zo één dat ik zeg, ga dat morgen opnieuw doen hetzelfde. Dat kan ik niet. Dus ik wil eigenlijk een stapje hoger nu, dus dat laten vertalen in het Engels, het is wel in het Nederlands nu. Mm-hmm. En dan vooral vergelijkend gaan werken. Dus ik wil eigenlijk, ik zit te spelen met een idee van een denktank rond commons policy voor Europa. Want je kan zeggen, kijk, dit is het beste wat er gebeurt rond de commons in energie. Dat is het beste wat er gebeurt rond de commons in de mobiliteit. Dus ik wil veel meer die katalyserende rol spelen. En dus dat leerproces moet versnellen. Dus er gebeuren veel juiste dingen, mm-hmm. maar de klok tikt. En het gaat belangen niet slecht genoeg, niet snel genoeg. Dus hoe meer we wachten, hoe hoger de sociale prijs die we gaan betalen als het echt slecht wordt. Ja. Er komen echt problemen in de wereld. Hè? Dus weet je dat er maar 3 dagen voedsel is in de Europese steden. Dus het minste dat er een probleem is, ja, zitten we direct heel snel in de problemen. Dus transitie ja, maar moet veel sneller, moet schalen. En dus daar blijven aan werken vind ik belangrijk. Ja, misschien dat we daarvoor ook blij moeten zijn met Donald Trump, die ook toch misschien ons weer laat weten dat we toch dat echt wel... Ja, maar absoluut. Ik heb dus vrienden in de Verenigde Staten. Ik was vorig jaar ook met een project in Madison, Wisconsin. En dus die dame, Stephanie Rierick van de Mutual Aid Network, die zegt mij, weet je Michel, we hebben 10 keer meer mensen in onze vergadering dan toen jij er was. En dus wat Trump gedaan heeft, dat is dus de alarmbel van, je moet niet zomaar denken dat we eeuwig de tijd hebben om gewoon traagjes als een hobby onze dingen te doen. Ja. Nee, het is 5 voor 12. Ja. Dus het wordt tijd dat we mobiliseren en door de andere kant te zien, hè, door eigenlijk predators die op zeer korte termijn denken en zoveel mogelijk uit het systeem willen halen voor het ineenstort, nou, die mensen laten ons zien van, hola. Het kan ook die kant uit. Dus ja. We kunnen beter ons mobiliseren en organiseren. En anders gaan onze kleinkinderen het zeer moeilijk gaan hebben. Ja. En weet je wat mij enorm verbaasde gisteren ook? Dus ik heb gezegd aan de burgemeester, we moeten hier een staten-generaal van de commons organiseren. Bottom-up. En hij is dus er ook voor. Dus hij is vragende partij, net zoals Roosevelt. De vakbonden kwamen bij hem en ze hadden allerlei eisen en hij zei, make me do it. Dus politiekers die zijn enorm aan druk onderhevig van het bestaande systeem van gevestigde belangen, die hebben ons nodig. Ja. Als wij geen tegendruk uitoefenen, dan is er ook geen angst aan de andere kant en ook geen minder motivatie om vooruit te gaan. Ja. Dus die tegenmacht moeten we zeker ook uitbouwen. Het is niet alleen... Het opbouwen van projecten is belangrijk, maar we moeten ook politieke macht creëren. Ja, ja. Dat is mooie dingen. Ja. Maar dan ga je waarschijnlijk de komende jaren nog lekker mee door. Als ik geluk heb om verder te blijven leven, ik heb al mijn 10-jarige programma. Minstens volgens mij. Ik blijf ermee bezig. Mooi. Hey, dankjewel. Ja.
voor het gesprek. Ja, Martijn, het was gelukkig om nog opnieuw eens met jou te praten. Ja, dat is leuk. En je ziet wel dat er veel verandert om die 2 jaar. Dus we staan veel verder. Ja, zeker. Gelukkig maar. Ja. Dankjewel. Oké, dankjewel.